AdMij is ongeveer 6 jaar geleden gestart. Wat wij zagen is dat er steeds meer bedrijven kwamen die duurzame energie gingen opwekken. Coöperaties die begonnen met het opwekken van windenergie en nu steeds meer zonne-energie. En die wilden daar zelf geld mee verdienen en wij wilden hen daarin faciliteren. De energievoorziening van de toekomst wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto's vervangen de gasketel en benzineauto. En er ontstaan steeds meer lokale aanbieders van duurzame energie. Dit stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel, de elektriciteitsnetten. Het is lastiger om het elektriciteitssysteem in balans te houden en congestie, oftewel lokale overbelasting, te voorkomen. De inzet van flexibiliteit kan hierbij helpen. Zo kunnen we elektrische auto's en machines tijdelijk uitzetten wanneer overbelasting op het net dreigt te ontstaan. Of energie opslaan in lokale batterijen om later te gebruiken. Verschillende innovatieve bedrijven werken aan de inzet van flexibiliteit. Zo'n soort bedrijf is AdMij, dat bedrijven helpt om te voorspellen hoeveel duurzame stroom zij opwekken. AdMij stemt hun elektriciteitsvraag daarop af. Bijvoorbeeld door machines tijdelijk uit te schakelen of op andere momenten te laten draaien. Daarna helpt AdMij om het stroomoverschot te verkopen op de energiemarkten, waardoor bedrijven zo goed mogelijk verdienen aan hun overcapaciteit. Wij kopen en verkopen stroom op de verschillende fysieke elektriciteitsmarkten die er zijn. Dus je hebt tegenwoordig de Apex spotmarkt, waar prijzen per uur ontstaan. En je hebt de Tennet onbalansmarkt. Je hebt ook de markt voor systeemdiensten van Tennet. En eigenlijk heeft elke markt zijn eigen softwareoplossing nodig. Als je gewoon kijkt naar stroomproductie uit zon en wind, dan is het heel erg belangrijk dat je start met goed voorspellen. Dus wij hebben eigenlijk allerlei algoritmes ontwikkeld met machine learning, zodat we op die markten kunnen handelen. Maar om het te ontsluiten moet je apparaten aan en uit kunnen zetten. Nou, daar hebben we verschillende soorten oplossingen voor, omdat klanten eigenlijk allemaal verschillende apparaten hebben. AdMij richt zich vooral op wat grotere verbruikers en liefst ook met verbruikers die opwek hebben. Bijvoorbeeld zoals Ploosplan, die heeft een aantal grotere apparaten die aan- en uitgezet kunnen worden. Wij zijn Ploosplan. Wij doen voornamelijk bio-energie en animal bedding. Wij hebben 9240 zonnepanelen. Op dit moment kunnen wij daar heel de fabriek genoeg voorzien van stroom. Wij kunnen met machines spelen, dus soms heb je voldoende productie. Dus dan kun je hem iets minder zetten. Dus dan kunnen wij ook zorgen dat we wat minder stroom gebruiken of wat meer stroom gebruiken op de juiste tijdstippen. Wat onze bijdrage hier is dat wij dagelijks voorspellen op basis van die algoritmes hoeveel zonnestroom er geproduceerd gaat worden. Dat verkopen we eigenlijk al sinds jaar en dag op de Apex spotmarkt per uur. En sinds eigenlijk een aantal maanden zijn we aan het kijken of we hier heel lokaal op het netgebied van Liander, daar is een probleem, een congestieprobleem. En om dat fileprobleem op te lossen, handelen we eigenlijk sinds een aantal maanden met Ploosplan op een elektriciteitsmarkt voor congestiemanagement. Dat is GoPax, beschikbaar via ETPA. In 2015 is de AdMij bij Waadnet gekomen. De AdMij wees ons erom dat de energieprijzen fluctueren over de dag. En we stuurden in het verleden op dag- en nachttarief. En ze gaven eigenlijk aan dat er meer winst te behalen is als je je sturing verder optimaliseert. Waternet die heeft gemalen rond Amsterdam, ongeveer 50. Daarmee houden we de polders droog. En we gebruiken de polder eigenlijk als virtuele batterij. Hoe werkt dat nou? Die gemalen staan ongeveer 4 uurtjes per dag aan. En we zoeken eigenlijk naar momenten met een lage prijs om de polders leeg te pompen. Dat doen we eerst op de APX per uur. Vervolgens kijken we naar de Tennet onbalansmarkt. En als er nou eerder dan die inkoop ingekochte uren een laag of een negatieve prijs is, dan verplaatsen we het verbruik van die gemalen naar een moment met een lage onbalansprijs. Er zit een voordeel in voor Waadnet financieel gezien. Als je goed stuurt op de laagste prijzen, dat betekent gewoon dat je een besparing haalt van enkele 10.000 euro's per jaar. Voor de maatschappij is het voordeel dat de onbalans verkleind wordt. Het leuke is eigenlijk door te reageren op prijsfluctuaties in de markt, ben je ook aan het reageren op het aanbod van duurzame energie. Wanneer zijn prijzen nou typisch laag? Ja, wanneer de zon harder schijnt dan mensen vooraf verwachten. Ja, dan zie je de prijzen zakken tot zelfs onder nul.
Als je dan op dat moment elektriciteit verbruikt, ja, dan pik je goedkope kilowatturen op. En maak je real-time gebruik van zon en wind die er op dat moment ook echt is. Wij zijn sowieso ongelooflijk blij met een organisatie als TKI Urban Energy. Ze zorgen ervoor dat er samenwerkingen tot stand komen. En ze zorgen dat zij relatief kleine partijen zoals Edmij introduceren bij grotere partijen. Partijen zoals bijvoorbeeld IJmeren, waar we bezig zijn met Spectral om het energieverbruik te verduurzamen. Onder andere door apparaten in huis aan te sturen op basis van het aanbod van duurzame energie.